help. Ja, ik een jongen in de buurt. Nee, een jongetje die in het is gevolgd op school. Moet ik van toch gedaan? Nee, niet van toch anders. Dat was de kwam van kantoor. Het is een de verboden sportsportsel. Nee. Er is een jongen die zit in de vlucht van de straat Rietjes. Of tenminste een jongen van school die hem achterna zit. En dan gaat hij een oude boek naar binnen en dan steelt hij een boek van de boek aan de rij. Oneindig verhaal. Wat zijn boeken die daar een beetje op lijken? Ja, dat is natuurlijk echt een waanzinnige klassieker, hè? Dat ten eerste. Boeken die daar een beetje op lijken. Weet je, dit wordt om te ben begonnen en nu gestopt. Niet in stop. Nou ja, hier wel. Nee, hij is gaan lezen en komt toen niet meer stoppen. Oh ja, ja, ja. Echt dat een boek gewoon. Ja, Wil je aflezen? De Gouden Vluchtverwinnaar van vorig jaar. Heel mooi boek. Het gaat over dit meisje. Het ziet er best schattig uit aan de voorkant, maar het is flink van. En zij is de dochter van een vuurtoren. En hij is waardeloos in zijn werk en ook waardeloos als vader. Hij drinkt alleen maar. Moeder is ooit weggegaan, verdrietig verhaal. En hij laat haar altijd het lampje aansteken, waardoor ze dus ook lampje gaat. En op een dag moet zij door een stormachtige nacht, op een nacht moet ze naar het dorp om lucifers te halen.